Als je het resultaat van je werk ziet, wat zeg je dan van? Ja, ik vind het een heel bijzonder mooi werk. Het is een heel open karakter. En het is nog mooier dan ik gedacht had, dan op tekening stond. Dus ik vind het een fantastisch resultaat dat hier staat. Prachtig gebouw. Ik denk een aanwinst voor Overski. Als ik kijk wat de tweede fase gaat worden, ook in dezelfde stijl, dan denk je dat het echt wel een aanwinst is voor Overski dit. Meneer Markering, goedemiddag. Leuk om u hier te zien. Wat vindt u van dit gebouw? Nou, ik vind dat het prachtig is geworden. Ik denk dat het een aanwinst is voor Overski. Als je alles overziet zoals het hier nu staat, hè, hebben we wel eens het gevoel dat er eigenlijk soms te laat gebouwd wordt voor bepaalde doelgroepen. Ja dat is waar. Je hebt als overheid loop je vaak achter de feiten aan. Hè? Op het moment dat je een plan hebt of dat er een probleem ontstaat, wil je daarop gaan handelen. Nou, je ziet dat vaak de besluitvormingstrajecten daarvan heel stroperig zijn en heel lang duren. Tegen de tijd dat je dan de oplevering hebt van hetgeen wat je hebt verzonnen, ben je vaak 10 of 15 jaar verder. En kan het heel goed zijn dat de doelgroep die je toen voor ogen had, of het beeld dat je toen voor ogen had, dat veranderd is. En dat er ineens een hele andere markt is of andere behoeften zijn gekomen. En dat je daar dan weer opnieuw op in moet springen. Dat klopt. We zijn van plan om de tweede fase neer te gaan zetten. Nou, ik ga ervan uit dat dat rond is, dat daar gebouwd. Ja. Maar bijvoorbeeld de nieuwbouw in de Zuidwesten. Ja. Komt die planvorming daarvan, de vergunningen, duurt dat nog steeds zo lang of is daar nou een versnelling in? Nee, daar zijn we ook. Kijk, dat heeft natuurlijk al heel lang geduurd. Ik bedoel, er wordt 16 jaar wordt er gepraat over wat er daar moet gaan gebeuren. Nou, dat hebben we nu helemaal achter ons liggen. We hebben ervoor gezorgd dat er gebouwd kan worden en dat het allemaal kan binnen de regels en de normen en weet ik wat die ervoor gelden. Nou, dat betekent dat we dan nu niet meer hoeven te wachten of nog hele lange trajecten in moeten. Maar dat we, ik geloof het einde van dit jaar, dus het einde van 2011 al beginnen met verkoop en begin 2012 gaan beginnen met bouwen. Dus dat is een heel stuk sneller dan dat dit heeft geduurd. Nou ja, dan maken we het samen mee dat Overski nog eens een stad wordt. Absoluut, heel langzamerhand. Ja, gaat goed komen. Ja. Dankjewel voor dit al. Het is een belangrijk moment. Ik mocht wat aarde bij een beetje aanstampen. Hij staat scheef. Dat is wel wat zitten zij er 30 jaar mee opgeschreven met z'n allen. Dat is wel belangrijk, hè? De PISA zijn ze er populair mee geworden. Ja, er wordt nog even rechtgezet. De aarde is erbij. Dat is ook belangrijk. Hij staat nog even de plichtplegingen met de fotograaf en met de diverse camera's. Kan die het ook zonder de steun van de deelgemeente deze boom? Vragen wij Jan Markering. Dat moet kunnen. Ik ga het proberen, ja? Vandaag is de feestelijke opening van het project Blijvenburg van de Overijssel. Ik sta hier met de bewonersorganisatie Overski, het bestuur. En ik wil graag weten hoe het bestuur van de bewonersorganisatie dat vrij nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de Blijvenburg. Het in al jaren ervaring heb. En ik begin even met Arno van Buren. Ja, we zijn er in het begin bij betrokken geweest. Bij de eerste opleveringen van jongens, we gaan er een nieuwbouw plegen. Daar zijn wij betrokken in eerste instantie. Daarna zijn we begonnen met daar zoveel mogelijk bewoners bij te betrekken om, zoals in het verleden veelal de gewoonte was, de vragen en de behoeften van de bewoners die hier vermoedelijk in zouden gaan wonen, al een beetje te peilen wat we daarmee kunnen doen. In eerste instantie is dat natuurlijk een heibel, want niemand wil eigenlijk uit zijn woning. Terecht, dus wat er net al gezegd is, er zijn mensen die wonen al 50 jaar op dat plekje en die willen niet zo graag verkast worden. Nou, al dat soort zaken pak je dus heel voorzichtig aan. Probeer je in ieder geval zo voorzichtig mogelijk aan te pakken. Dat gaat niet altijd goed, hè? Want daardoor zijn de eerste dagen ook scheldpartijen. Mensen vinden het niet nodig. Mensen zeggen van ik woon hier goed. Nou, dan wordt het door de woonstad wordt dus duidelijk verteld van nou, wat is nou eigenlijk de bedoeling? De huizen die nu gebouwd moeten worden, het zijn ook voor mensen die in de toekomst willen wonen. En dat soort zaken gaan er eigenlijk spelen. En dat is eigenlijk het begin dat de bewonersorganisatie erbij is gekomen. En later bij alle vergaderingen zijn ze betrokken geweest. Ook in
tussenvergadering met Woonstad en dergelijke zijn we altijd betrokken zijn geweest. Want wij willen dus, als, zeker als bewonersorganisatie over Schie, willen we graag dat de bewoners die er komen te wonen, naar de tevredenheid er kunnen wonen. Peter, jij hebt je eigen erg ingezet voor die zorgwoningen. Nu het af is, hoe vind jij die, dat geworden zijn? Is er een beetje uitgekomen wat je zelf gedacht had? Ja, het is wel. Het is eigenlijk meer dan ik verwacht had. Er komt hier 24 uur zorg. Zorg wordt niet beperkt alleen tot de Blijvenburg. De samenwerking met Stijnmets is ingezet. Stijnmets gaat gebruik maken van de nachtzorg. Ja, wat wil je eigenlijk nog meer? Ook in de wijk is het nu beter geregeld. En ik heb daarnet gehoord dat het steunpunt zorg aan de vrije ban gehandhaafd blijft. Dat wil dus zeggen, complete zorg in Overschie. Patrice, jij hebt zo'n beetje al die vergaderingen tussen Woonstad en de bewoners meegemaakt. Daar ben je al die tijd bij geweest. Hoe is jouw ervaring daarover? Op zich vind ik de manier zoals Woonstad nu werkt, om de bewoners overal bij te betrekken, vind ik in dit proces heel goed gelopen. De bewoners hebben best zelf ook een hoop inspraak gehad. Niet met alles, maar wel met een hoop. En ik hoop dat dat voor de toekomst ook perspectief biedt. Ja. Wat vind je van het complex? Ik vind het echt heel mooi geworden. Ik stond net aan een van de bewoners te vertellen. Ik ben niet zo goed in tekeningen lezen en plaatjes kijken. Ik denk altijd, ik moet het eerst zien. Maar vanaf dat ik het zag beginnen, dacht ik, dit wordt helemaal goed. En dat denk ik nog steeds. Heb je de film gezien? Ja, natuurlijk heb ik de film gezien. Ik heb hem thuis bekeken, samen met mijn man. En ik vond het een prachtig verslag van een heel lang en soms heel vervelend proces voor mensen. En ik vond dat in de film heel mooi te zien was, die kentering vanaf 2007. He, dat je sowieso ook door dat grasveld aankomen lopen met gerben in het hout. En dat we aan deze plannen zijn gaan werken. Dus ik kan me in alle gemoedstoestand zeggen dat je erg veel begrip hebt voor de emoties die er toen geweest zijn. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik hoorde trouwens toen, want jullie hebben onlangs de film laten zien, hè, aan een heleboel bewoners in Musica, dat er toen mensen bij waren die zichzelf terugzagen op die film. En in de film waren ze toen nog heel boos en gingen ze best fel tekeer. En dat ze na afloop van die voorstelling zeiden, dat ze zich een beetje schaamden. En daarvan hebben we gezegd, dat is nergens voor nodig. Want als iemand zich zou moeten schamen, dan is het toch Woonstad wel een beetje dat we daar aanvankelijk zo lang over hebben gedaan en die groep best lang in onzekerheid hebben laten zitten. We zijn verleden week bij een paar bewoners, mochten wij binnenkomen. Ja. We hebben één woning gezien, daar begonnen ze mee, inruimen. We hebben één woning gezien, halverwege, en we hebben één woning gezien, die was helemaal klaar. De mensen waren dol enthousiast. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een eigen woning, maar ik ben dol enthousiast. Het zijn schitterende woningen. Wat ik me dan toch afvraag is, hoe komt het nou dat het zo lang geduurd heeft voordat je dan met iemand in aanraking komt die zo'n ontwerp hebt voor je in de gedachten van toenmalig WBR? Ja, hoe komt dat? Sowieso duren projecten vaak heel erg lang. Hè? En wat je ziet in de voorbereiding, dan ontstaat er een vaag idee en daar wordt aan doorgewerkt en dan moet er aan gerekend en dan moet er worden bedacht hoeveel woningen het moeten zijn. En dan zijn er zomaar 2 jaar verstreken. Voor de plannenmakers is dat normaal. Voor de mensen, hè, de bewoners die zitten te wachten op die plannen, is dat natuurlijk al heel onbegrijpelijk lang. Nou, wat hier is gebeurd in eerste instantie is dat een idee was, hè, met die 3 grote torens, waarvan pas te laat bleek dat het gewoon eigenlijk onhaalbaar was. En toen zijn we overnieuw gaan denken vanuit het idee van wat wel haalbaar zou zijn, een helder kader. En toen zijn we gaan denken, wat kunnen we daarbinnen dan realiseren dat recht doet aan de mensen die terug willen keren en waarmee je ook leuke nieuwe bewoners naar Overschie kan krijgen. En toen is het goed gegaan. Dus het is, voor een deel gebeurt het in alle projecten dat de planvorming langer duurt dan mensen die er willen gaan wonen zouden willen. En hier hebben we gewoon wat extra tegenslag gehad. We zijn hier als bewoners, zijn we het Woonstad dankbaar dat we dit schitterende complex in Overschie hebben. Dankjewel. Geen dank, Peter. Wij zijn jullie dankbaar dat jullie zo goed hebben meegewerkt al die tijd.